Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen hebben vandaag volop geparticipeerd aan een informatiebijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De activiteit is in samenwerking met de UNDP georganiseerd. Het doel hiervan was meer inzicht te geven aan de politieke partijen die actief willen deelnemen aan de komende verkiezingen. De politici kregen naast een korte ICT-sessie van Jean-Luc van Charante ook een uitgebreide uiteenzetting van Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB. Ze ging onder meer in op zaken die niet goed zijn verlopen bij de afgelopen verkiezingen. Wat zou ook gebeuren in 2015? Dat het Centraal Stembureau zich ook niet heeft verhouden aan de wet. Ze hebben uiteindelijk wel de ingediende documenten erin gelegd, maar de eerste dag was het een groot geheim. Niemand mocht kijken. Het staat in de wet dat ze ter inzage gelegd moeten worden bij het kiesbureau. Dat is het kiesbureau in de kiesregeling en vanaf het kiesbureau. Ik kwam die situatie aantreffen dat CHS het zelf ter inzage legde. Ik heb het zo gelaten, geen probleem met Bolsteen. Maar in 2015 werd er gelegen, die ter inzagelegging. Het heeft gemaakt dat 2020 de ter inzagelegging bij het onafhankelijkheidsbureau gaat plaatsvinden zoals de wet het voorschreef. Daar hebben we die calamiteit, zijn we daar uit de weg gegaan. We hebben ook gemerkt dat het CAS instructies heeft gegeven aan het Bolsteenbureau. Die ook in strijd waren met wettelijke regelingen. En als je kijkt naar de wettelijke taakstelling van het CAS, dan zie je dat ze zich niet heeft gehouden aan haar taakstelling. Eugène Mercus, voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau CHS, hield de aanwezigen voor waarop ze moeten letten bij de indiening van kandidatenlijsten. Mercus maakte ook duidelijk wat de taken zijn van het CHS. Registratie voor deelname aan de verkiezing, conform artikel 31 kiesregeling. Bekendmaking datum en wijze van kandidaatstelling. Vaststellen van de uitslag, artikel 128. Toewijzing van de zetels, artikel 129, 130, 31. Bekendmaken van de uitslag, artikel 132. En dan afschrift van het procesgebouw aan het lichaam waarvoor verkiezingen plaatsvonden en aan de gekozenen doen te komen. De participatie van de electoraat van 2015 kunt u zien. Het valt op dat Sipalamini als grootste geografische hap cijfermatig het minst heeft deelgenomen. Tot zover de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, Eugène Mercus. Hij sprak vandaag tijdens een informatiebijeenkomst voor politieke partijen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.